Na 26 jaar stopt Wim Maasakkers met het maken van radio. In het totaal heeft hij verdeeld over 3 programma's meer dan 2000 uitzendingen gemaakt. Daar zijn een aantal redenen voor aan te dragen. Ik ben vorig jaar met pensioen gegaan. En dat was prima. En ik heb nog de radio, daar ben ik 24 uur de week mee bezig. Prima, mooie tijdbesteding. Ja, maar toen kwam op een gegeven moment de avondklok bij de corona. En dan had ik geen uitzendingen. En denk ik, oei, daar heb ik niks meer. Dat gaat me vervelen. Maar dat bleek dus helemaal niet zo te zijn. Ik heb genoeg andere dingen te doen. En toen dacht ik, oké, er zijn meer dingen in het leven. Het is mooi geweest ook, na 26 jaar. Ik kun niet zeggen dat ik me de pet naar gegooid heb. En dan moeten we er een punt aan gaan zetten. Dus seizoen afmaken, eind juni, klaar. Het is met Wim, ja. Wim na 25 jaar. Samen weten we van elkaar aan wat we moeten en wat we niet kunnen. Wim hoeft mij maar aan te kijken en ik weet genoeg wat ik moet doen. Nou, bij andere presentatoren is het er even wennen. Is nou even, ja, ik doe nou ook zaterdagmorgens om de zoveel tijd doe ik en we moeten invoeren. Dan moet ik toch met de gasten of met de presentatoren ja, een beetje in de gaten houden wat ze willen en wat ze. En maar Wim weet ik zo na 25 jaar precies wat Wim bedoelt als hij zegt van zo of zoiets of de. Weet precies wat hij bedoelde. Het duo van de dinsdagavond heeft niet al die 26 jaar samengewerkt. Tijdelijke vervanger William bleef toch langer hangen dan gedacht. Daarvoor hebben we nog een technicus gehad die is ermee opgehouden. Daar hebben ze mij voor gevraagd om hem als tijdelijk te vervangen, totdat ze iemand anders gevonden hebben. Maar ja, na 25 jaar zit ik er nog. Ik heb in feite de 3 programma's gemaakt, een cultuurprogramma. Dat begon onder de naam Cultuurbarbaren. Een uur, dat werd heel gauw 1,5 uur, daarna 2 uur. Daar is een aantal jaren terug, toen flink werd bezuinigd op cultuur, een verandering in naam ingekomen. Werd er tegen de stroom in, wij gaan niet bezuinigen. Tegen de stroom in, wij gaan gewoon door. Tegen de stroom in en cultuurbasis hetzelfde programma. En daarna is een jazzprogramma bijgekomen, na 2 of 3 jaar. En de laatste jaren, een jaar of 10, een late night show. Omdat ik steeds meer muziek had die ik niet kwijt kon in het cultuurprogramma en het jazzprogramma. Wat toch erg de moeite waard was. En daar heb ik een format voor ontwikkeld. De toekomst op Dit is Helmond Radio en in het persoonlijke leven van de mannen gaat flink veranderen. Er komt een rustig avondje in de week bij. Ja, ik ga genieten van andere dingen. Ik ga heel veel lezen. Ik heb heel veel boeken. Ik hou van lezen. Ik kan op mijn gemak een dagje gaan fietsen, een dagje weg. Stedentripje maken. Ik bedoel, ja, daar zat er nooit in. Want je moest elke dinsdag toch weer die draaiboeken af hebben. Vakantie, ja, in zomermaanden. Anders niet. Dat zal misschien nog wel zijn dat ik halverwege de weg hierheen ben van, ik hoef eigenlijk niet, want ik... Ik hoef niet, want we hebben geen programma. Of ik merk het smiddags al, want smiddags krijg ik meestal de mailtjes van Wim, van de draaiboeken. Ja, en dan zie ik dan smiddags ook niet meer binnenkomen bij mij op het werk of thuis. De herinneringen aan het programma zullen altijd blijven. Er zijn er te veel om op te noemen voor de makers. Eens wat ik wel weet nog, wel het mooiste vond, is met die, ik weet niet welk jaar dat was, met die patertjes in de studio. Ja. Dat was zo wel heel mooi. We hadden 3 patertjes. Eén had een kerkorgeltje bij. En dan zaten we met z'n allen in het studiootje. En dat vond ik prachtig om zoiets te doen. Radio maken is ongeveer het mooiste wat er bestaat. Je maakt een programma. Je ziet niemand zitten. Er is geen publiek. Dat zit ergens thuis. Hoop je dan, denk je dan. Het inzicht moet zijn, je maakt een goed programma. En het mooiste is altijd als het allemaal goed uitpakt. Als het werkt. Als je een mooi interview gehad hebt, als je een goed concert hebt kunnen plaatsen. Ik heb heel veel mooie herinneringen. Dus ja, het zijn vooral ook de gasten die het programma moeten maken. Zijn hun onderwerpen. De zaken waar zij mee bezig zijn die we hier presenteren. We zijn er gewoon een medium. We dragen over. Het is wel leuk. In plaats van de radiomaker gaat de mens Wim Maasakkers nu naar de wereld kijken. Dat denk ik, ja. Dat geloof ik, ja. Dat is een mooie.